Laat ik met positief beginnen. Ik denk dat je in de coronacrisis hebt gezien dat er een hele hoop in no time uit de grond gestampt is. De basis kennis bij schoolleiders, bestuurders, docenten, die moet wel echt omhoog. Ik vind dat je terughoudend moet zijn met bijvoorbeeld in het onderwijs partijen ruim baan geven die een ander doel nastreven dan het doel van het onderwijs. Je zult jouw onderwijs per definitie moeten verhouden tot iets wat in toenemende mate een rol speelt in ons leven. Leuk dat je kijkt naar deze video en als je luistert naar de podcast ook van harte welkom. Brains is een serie gesprekken waarin ik praat over innovatie en digitalisering in het onderwijs. Met in deze video de politiek aan het woord. Ik sprak via Zoom met Peter Quinn van de SP. Fijn dat je even tijd kon maken in ieder geval. Ja, leuk dat het gelukt is. Ik wou eens beginnen met je eigen schoolcarrière, Peter. Hoe is die gegaan? Zeg maar, we gaan het hebben over onderwijs. Even kijken hoor. Nou ja, zoals bij iedereen begint hij op de basisschool. Ja. Ik zat op een vrij stevig christelijke basisschool. Ik ben ook opgegroeid in een vrij christelijk dorpje. Ja. En op de kleuterschool dachten ze van, we laten je maar een jaar extra doen, want het schiet nog niet echt op met al die werkjes. En toen kwamen ze erachter dat ik weliswaar niet van knutselen hield, maar wel het etiket van de lijmpot kon lezen. En toen dachten ze, oh wacht, er is misschien toch iets anders aan de hand. Dus toen in de kerstvakantie hebben ze besloten dat misschien niet een jaar extra, maar een jaar overslaan wel handig zou zijn. Dus dan mocht ik na de kerstvakantie in groep 3 en dan was ik een stuk beter op mijn plek. Daar hoefde ik namelijk niks te plakken en te kleuren. Of met blokken te spelen. Dat vond ik wel leuk trouwens, maar plakken en kleuren niet. Nog steeds niet, kom ik nu achter, nu ik een dochter heb. En aan het eind van de basisschool naar de VWO gegaan in Papendrecht, de Lage Waard. En daarna politicologie gaan studeren. Ik was de eerste generatie bachelor-master studenten. Dus daarvan, toen miste ik net één vak voordat ik aan mijn master kon beginnen. En zou ik dus eigenlijk een half jaar lang één vak moeten doen. Toen dacht ik, nou, dat is zonde van mijn tijd. Zo ben ik filosofie erbij gaan doen in Amsterdam. En dat vond ik eigenlijk leuker. Dus toen heb ik nog wel mijn bachelor politicologie afgemaakt, maar heb ik toen de switch gemaakt naar filosofie. Na mijn bachelor filosofie, want die kon ik toen verkort doen, heb ik 2 jaar gewerkt. Omdat ik nog niet wist wat ik wilde doen. En toen uiteindelijk met heel veel moeite weer teruggegaan. Alle vooroordelen over niet gaan werken voordat je je studie hebt afgerond, want het valt heel erg tegen in de praktijk, die zijn allemaal waar. Het kostte mij heel veel moeite om van het werkende leven weer het studerende leven in te stappen, maar uiteindelijk toch mijn master filosofie afgerond. Oké. Hey, en als ik jouw profiel een beetje zo doorsnuffel, dan zie ik een heleboel aspecten waar je redelijk gepassioneerd over bent. Hè? Zeg maar, je hebt een soort specifieke muzieksmaak. dat is een hele mooie manier om het omschrijven. Ja. Tot dikke me, jongen. Ik heb een paar linkjes bezocht. Dat gaat goed te keer. Zeker. Ik hou ook van hele rustige country muziek trouwens, maar op een of andere gekke manier. Maar soms hakken is gewoon zeg maar goed. Dus dat, ik snap wel dat ze nu dan keihard naar kan luisteren en ook kan, weet ik van wat er allemaal op doet. Maar ook sport is ook wel een ding bij jou. Ik ben een groot vechtsportliefhebber, ja. Ja, precies. Want de reden waarom ik het vraag is van de zeg maar, veelzijdige interesses en passies. En wat trekt dan zo aan in de politiek? Oh, er zijn vooral heel veel dingen die niet aantrekken in de politiek. Maar wat ik wel, weet je, wat trekt er aan? Uiteindelijk bepalen wij met z'n 150 hoe het land eruit ziet. En tenminste, in ieder geval hoe het beleid eruit ziet. Dus, het land trekt zich, en dat is misschien maar heel gezond ook, niet altijd evenveel aan van de politiek. Nee. Maar in een hele grote mate leggen wij wel het raster neer waar langs de samenleving, in ieder geval qua regels, wordt georganiseerd. En dat betekent dat het per definitie een heel erg verantwoordelijke plek is om te zitten. Bruggetje naar onderwijs. Wat is zeg maar, het belangrijkste aspect? Even, want ik wil zo meteen wat ingaan op innovatie en digitalisering van onderwijs. Maar als jij kijkt naar jullie algemene programma vanuit SP, zeg maar, wat zijn, noemen ze een element waarvan je zegt, dat staat centraal als een soort rode draad als het gaat om onderwijs? Ja. Ik denk dat het uiteindelijk allemaal terug te herleiden is tot gelijke kansen en het verbeteren van de positie van de docent. Er zit een hele hoop specifieke voorstellen in kleinere klassen. Nou ja, ik denk dat een bijdrage levert aan zowel kansengelijkheid, omdat het nu juist de kinderen zijn die wat meer nodig hebben, die soms die aandacht niet krijgen.
Maar ook aan de positie van de docent. Omdat, weet je, er is oprecht deze periode best wel geïnvesteerd in onderwijs. Dat ga ik niet ontkennen. Maar aan het eind van de dag, 4 jaar later, is het lerarentekort nu groter dan het 4 jaar geleden was. Dus we hebben de toename van het lerarentekort wel iets af weten te remmen. Ja. Maar meer dan dat was het niet. Het was alleen maar afremmen. Het lerarentekort is nu iets minder groot dan verwacht, maar nog altijd groter dan 4 jaar geleden. Als het gaat om ICT, hè, hoe is het dan gesteld met het onderwijs in Nederland, de kennis van ICT in de scholen? Ja, dat zijn 2 heel verschillende dingen. Ik denk dat je... laat ik met positief beginnen. Ik denk dat je in de coronacrisis hebt gezien dat er een hele hoop in no time uit de grond gestampt is. Ja. En dat het ook noodzaak was. In algemene zin. Maar ja, goed. Ik mag dat nauwelijks zeggen, want het is in de politiek niet heel veel beter. Heb ik het idee dat een gebrek aan kennis over ICT er soms wel eens toe leidt dat mensen ofwel overdreven hysterisch enthousiast zijn en al aan iets willen beginnen als er het woord cyber in staat. Ja. Ja. Ofwel helemaal niks willen omdat ze alles met een batterij niet vertrouwen. En ik denk dat het allebei onverstandig is. Kijk, de politiek heeft een vrij slecht track record wanneer het gaat om regels maken omtrent ICT, digitale veiligheid, dat soort zaken. Omdat er meestal pas over nagedacht wordt als de samenleving al een stuk verder is. Ja, precies. Ja. En kijk, natuurlijk kun je heden ten dagen niet meer zonder... ICT of digitale ondersteuning in de meest brede zin van het woord. Dat is een onderdeel van de samenleving en daarmee is het automatisch onderdeel van het onderwijs. Ja. Ook de keuze om iets actief niet te doen. Ik bedoel, er zijn scholen die bijvoorbeeld smartphones buiten de deur willen houden. Is een keuze die met digitalisering en ICT te maken heeft. Ja. Ik denk alleen dat wij veel meer kunnen doen in het ondersteunen van scholen. In het maken van weloverwogen keuzes daarin. Kijk, ik hoef niet vanuit Den Haag te zeggen van je moet het zo doen. Ik denk dat het heel onverstandig is. Er zijn mensen die er veel meer verstand van hebben dan ik en ook dan andere Kamerleden. Ja. Maar het ondersteunen om op basis van de juiste kennis een beslissing te nemen, ik denk dat daar een grote rol ligt voor de overheid. Wat vind jij van de rol van commerciële partijen in het onderwijs? Nou ja, kijk... ze zeggen allemaal met de beste bedoelingen aan de slag te willen in het onderwijs. Of het nou Microsoft is, of Google, of wie dan ook. Ik zou daar wel terughoudend mee willen zijn. In ieder geval terughoudend met... kijk, en dat heeft ook te maken met dat bewustzijn over ICT en internet. Op het moment dat je je niet bewust bent van een van de meest basale wetten op het internet, namelijk dat als je ergens niet voor betaalt, jij zelf het product bent. En dus jouw data en jouw gegevens en wat jij blootgeeft, datgene is waar een bedrijf geld aan verdient. Dan maak je soms stappen waar je achteraf spijt van hebt. We hebben nu net die privacy assessment van Google Classroom binnengekregen. Daar was nog wat nodig over te doen in Den Haag. Ja. Maar dat ging voor een groot deel ook over de gratis versie daarvan. Ja. Dat maakt het niet goed. Ja, iemand moet betalen, wil je zeggen. En dat heeft te maken met... Ja, en dan Classroom zelf is niet gratis, maar dan de koppeling met allerlei andere applicaties. Ja, dat moet wel bekend zijn als dat soort keuzes gemaakt worden. En dan nog ben ik er sowieso niet voor. Kijk, ik vind dat je terughoudend moet zijn met bijvoorbeeld in het onderwijs. Partijen ruim baan geven die een ander doel nastreven dan het doel van het onderwijs. Ja. Aan de andere kant moet je ook niet naïef zijn, weet je. Ik bedoel, er zijn ook commerciële uitgevers van papieren boeken, die doen dat ook niet uit de goedheid van hun hart. Nee. Dat is een verdienmodel. Het is ook niet erg. Ja. Ik bedoel, het alternatief is dat je ze zelf gaat drukken. Dus het is prima dat gebeurt. Maar je moet er wel voor zorgen dat je zelf controle houdt. En nou ja, goed, dan zijn we weer terug bij het centrale punt. Kennis en inzicht daarin. Ja. Die controle is er nu denk ik niet. Nee. Uitzonderingen daar gelaten hoor. Ik bedoel, ja. Er zijn fantastische
ICT-coördinatoren op scholen. En er zijn mensen die er heel betrokken mee bezig zijn, die er oneindig veel meer van weten dan ik. Mm-hmm. Maar in algemene zin denk ik dat daar nog wel een slag te slaan is. En hoe gaan we dat doen? Ja, scholen ontwikkelen, denk ik. Maar dat geldt veel breder dan alleen het onderwijs. Ik bedoel, Google gewoon ICT en overheid en pak ongeveer de eerste 10 resultaten erbij. Het zijn allemaal gevallen waarin het fout ging. Ja. Ik ben daar zelf ook geen expert in 12 cijfers achter de komma. Maar dat hoeft ook niet, weet je. Ik bedoel, als Kamerlid stel je de kaders en je hoeft niet tot in detail alles uit te werken. Maar wat je wel, je moet een paar basale principes, zoals ik net ook al noemde, die moet je begrijpen. En daar hoef je geen techneut voor te zijn. Maar je moet wel een beetje snappen hoe het internet en vooral geld verdienen op het internet werkt. Ja. Omdat je, weet je, anders ga je, dat hebben we in het onderwijs ook gezien, ga je voor de mooiste glossy brochure, zeg maar. Mm-hmm. En betaal je uiteindelijk zelf de rekening. We hebben natuurlijk door corona geleerd hoe een heel systeem binnen een week van classroom naar beeldscherm kan verhuizen. Wat op zich natuurlijk een prestatie van wereldformaat is, vind ik, van de hele sector. Absoluut. Maar er zaten ook heel veel nadelen aan. Hoe zie je dat bewegen naar de toekomst toe? Kijk, bijna elke leraar die ik spreek, en grappig genoeg, vooral de leraren die ik af en toe spreek, wanneer het gaat om mensen die ik hoog heb zitten vanwege hun verstand wat ze van ICT hebben, die zeggen eigenlijk bijna allemaal van, dit is ongelooflijk knap hoe dit gegaan is. Ja. Maar we zien ook wel de nadelen. Dit is niet voor iedereen. En ik denk dat fysiek contact en fysieke aanwezigheid in een klas een belangrijke voorwaarde is voor kansengelijkheid. Omdat je op een veel makkelijkere manier, je ziet makkelijker wie er achterblijft. En de omstandigheden zijn ook voor kinderen gelijk, weet je wel. Je hebt, zeker in die eerste golf waren nog niet alle devices beschikbaar. Gezinnen die drie hoog achter in een tweekamer appartementje zitten met drie kinderen. Ja, dan zit je. Als je al. Ja, precies. Ja. Of je hebt een laptop of je hebt er drie. Maar ja, dan zit je naast elkaar te praten. Ja. Ja. En dat, dat scheelt ontzettend veel. En volgens mij moet je kijken naar een manier waarop. Kijk, waar ik wel heel erg in geïnteresseerd aan ben. Ik heb heel veel gedaan met passend onderwijs de afgelopen jaar. En een van mijn grote frustraties daarin is dat er al 10.000 leerlingen zijn die al jarenlang thuis zitten. Die geen onderwijs krijgen. Een deel daarvan is hoogbegaafd. Een deel daarvan heeft een extra zorgvraag. Ze passen niet in het schoolbestel. Ik denk dat er een hele hoop wel in te passen zouden zijn als de basis meer op orde zou zijn. Maar goed, dat is altijd gissen. Voor die groep denk ik wel van ja, weet je, ook vanuit meer sociaal contact met leeftijdgenoten en vanuit het onderwijs weer kunnen oppikken en misschien weer toegroeien naar het klaslokaal, denk ik dat de lessen die we nu met digitalisering hebben opgedaan ontzettend kunnen helpen. Ik hoop in ieder geval dat die lessen wel meegenomen worden. Ja, dat er opties komen voor kinderen voor wie het echt beter is. Ja, zonder dat we daar weer een pandemie voor nodig hebben, zeg maar. Ja, nou ja, precies. Ja. Hoe zorgen we ervoor dat de, zoals jij het zo mooi noemt, het kennis en het inzicht van besturen, maar laten we eens inzoomen op het allerbelangrijkste aspect misschien wel van onderwijs, de leerkrachten. Hoe zorgen we dat die kennis en dat inzicht op een juiste manier in hun opleiding terugkomt, zeg maar? Oftewel, wie gaat de docenten trainen? Ja, nou ja, ik denk dat je wel een paar dagen al heel ver kunt zijn, hè? Met een paar lesdagen op een langere periode. Ik bedoel, niet iedereen hoeft te kunnen programmeren, niet iedereen hoeft een website te kunnen maken. Maar ik denk wel dat het nuttig is, ongeacht de uitkomst en wat je daar uiteindelijk als school mee doet. Weet je, sommige scholen zullen nog steeds een bakje bij de ingang neerzetten voor de mobiele telefoons en alles gewoon nog met pen en schrift doen. En sommigen zullen helemaal digitaal alles met tablets doen bijvoorbeeld. En met digitale applicaties voor huiswerk en zo. Mm. Ongeacht die uitkomst heb je die kennis nodig. Omdat je dan wel overwogen die keuze kunt maken. En ik denk dat dat in lerarenopleiding ook wel een rol zou moeten krijgen. Maar ook bij schoolleiders. Want die zetten in grote mate het beleid uit. En het gekke is, als ik nu scholen spreek waarvan ik denk van hé, er zit een goede, doortimmerde visie achter op het gebied van digitalisering achter, dan is dat bijna altijd opgestart door één leraar. Weet je wel, de leraar die als hobbyproject 's avonds
allerlei dingen in elkaar zitten bouwen. En die weet daar heel veel van. Ja. En die heeft de autoriteit en die kan dat doen. En dat is mooi, maar het is ook heel kwetsbaar. Ja. Want als je je beleid afhankelijk maakt van één iemand, ja, ten eerste weet je niet of die één iemand het bij het rechte eind heeft. En ten tweede moet je ook nog een beleid hebben als diegene onverhoopt onder een bus belandt. Ja. Of iets gelukkiger een andere baan krijgt. Laten we niet meteen van het slechtste uitgaan. En dat borgen, die kennis, daar zie ik het vaak fout gaan. En ik denk wel dat, het zal vermoedelijk altijd degene blijven die het meest enthousiast is of het meest geïnteresseerd is, die daar het voortouw in neemt. Maar de basis kennis bij schoolleiders, bestuurders, docenten, die moet wel echt omhoog. Als ik af en toe de brochures van onderwijsinstellingen lees, dan denk ik van, daar stond een bolletje, we moeten nog iets met internet. En dat heeft uiteindelijk iemand uitgewerkt in een soort nikszeggend tekstje waarbij je dan, weet je, dan gooi je alles op een hoop innovatie en modern en snel veranderende tijden. Iets met cyber. Ja, precies. Altijd iets met cyber. En het zegt niks. Nee. En dat is wel kwalijk. En dat zou denk ik goed zijn als daar meer kennis over komt. Omdat, het is de basis van de besluiten die je neemt. Ja, klopt. En ik heb het idee dat die basis waarop besluiten genomen worden soms nu te dun is. Ja, ja, herkenbaar. Hoe oud is je dochter? 2,5. 2,5. Hoe ziet het onderwijs eruit als zij straks gaat studeren? Laten we eens een paar sprongen vooruit maken. Als ze gaat studeren, hè, überhaupt. Ja, precies. Dat, ik ken de vader niet zo goed, maar het zou zomaar een ander pad kunnen zijn. Maar stel je voor, je had je 16, 18 van nu? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de kern van klassikaal onderwijs, dat die overeind blijft. Ik denk wel dat, juist ook vanwege mijn ervaring die ik heb met mensen die veel weten van digitalisering en ICT en kennisoverdracht, de combinatie met onderwijs, dat die daar wel heel erg aan hechten. En ik zie ook wel, ook in bredere maatschappelijke en politieke zin, weet je, de terugkeer naar de basisvaardigheden en zo, dat overeind blijft. Ik denk wel dat je een beweging gaat krijgen richting veel meer specialisatiekeuzes. En dat daarin digitalisering wel degelijk een rol gaat spelen. Je ziet nu al de roep om bijvoorbeeld meer praktische, technische vakken op HAVO en VWO, omdat je die vaak niet alleen op VMBO hebt. Nou ja, een hele hoop dingen daarvan zou je ook kunnen zeggen als het maar om 1 of 2 leerlingen in de klas gaat. Misschien gaan ze dat dan wel digitaal ergens anders volgen. Modulair. En bij hoger onderwijs. Ja. Veel modulairder kan inrichten en veel persoonlijker. Ja. En bij hoger onderwijs denk ik. Daar zag je de afgelopen jaren natuurlijk al dat je een beweging richting toenemend online onderwijs zag. Of in ieder geval het online kunnen volgen van hoorcolleges. Mm-hmm. Ik weet niet hoe dat de komende jaren gaat ontwikkelen, omdat er ook echt wel nadelen aan zijn qua het. Dat merk ik gewoon aan mezelf ook al. Als ik één venster open heb staan waarin ik een filmpje zit te kijken, dan heb ik er al vrij snel nog 3 andere open staan waarop ik ook iets anders aan het doen ben. En dat heb je in een collegezaal minder snel. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ja. Zeker in het hoger onderwijs. Maar ja, weet je, je zult jouw onderwijs per definitie moeten verhouden tot iets wat in toenemende mate een rol speelt in ons leven. Ja. Als je het niet doet, dan krijg je dingen zoals slecht doordachte omgang met bedrijven waarvan het voornaamste verdienmodel jouw gegevens zijn. Dat is het gevolg van geen keuze maken, want dan wordt die keuze voor je gemaakt.